In deze aflevering van Met Passie Gemaakt spreken we met de Bredase schrijver Gert-Jan van der Bemt, die onlangs een nieuw boek heeft uitgebracht dat zich afspeelt in zijn eigen stad. Ja, het begint met een kleine ingeving van dit zou wel eens een goede aanleiding kunnen zijn voor een boek. Dat kan een heel klein voorval zijn, iets wat ik gelezen heb, iets wat ik gehoord heb. Maar eerst bezoeken we het Maciek Memorial, waar een deel van de collectie onlangs is gedigitaliseerd. Nou, de voorwerpen van onze collectie worden gedigitaliseerd. Die worden op de website gezet en driedimensionaal kun je ze dan bekijken. Ze draaien dan rond. Dat zijn onder andere die voorwerpen die je hier op de achtergrond ziet. Maar we hebben een magazijn met nog veel meer materiaal, kostbaar materiaal, wat we gewoon willen laten zien aan het publiek. De landing in Normandië, zij zijn in augustus geland. En waar zij voor kwamen te staan was de strijd bij Montormel, de slag bij Falaise, de zak van Falaise noemen ze het ook wel. Waarin dus de Duitsers terugtrokken langs een hele smalle corridor met aan de ene kant de Amerikanen en aan de andere kant de Polen. Waarbij de Polen een hele zware slag geleverd hebben. Waarbij er veel Duitsers gesneuveld zijn, maar ook veel Polen gesneuveld zijn. Materialen die ze daaraan herinneren, ja, dat zijn oorlogsmateriaal. Daar hebben wij een fotoarchief van. Wij laten hier altijd scholen toe. We hebben een heel leuk scholenprogramma. Met name voor groep 8, de basisscholen. En voortgezet onderwijs hebben we ook een interessant programma voor. Waar het echt om draait is de beleving van vrijheid. Wat betekent het nou om vrij te zijn? We moeten leren van het verleden. Het is hier niet alleen eren, het is ook leren. Leren van het verleden. En dat is het allerbelangrijkste. Dilemma's bespreken we. Wat zou jij doen in zo'n situatie? Om daarvan te leren. Ja, zo ontvangen wij bijna elke dag hier een schoolklas. Ik ben opgeleid als wetenschapper, endocrinoloog heet dat officieel. Dus een hormoondeskundige. Dus ziekte als osteoporose, botontkalking en kanker heb ik onderzocht. En dat heb ik 20 jaar lang gedaan bij het Erasmus MC. Daarna ben ik wetenschapsjournalist geworden, ook daar. En uiteindelijk ging het toch kriebelen om meer de creatieve kant op te gaan. Ik heb altijd wel fictie geschreven, korte verhalen. Maar langzaam werd dat steeds belangrijker en uiteindelijk ben ik gestopt en ben ik nu fulltime schrijver geworden. Er zit zeker een verwantschap tussen wetenschap en het schrijven over wetenschap en fictie. Want ik heb gemerkt dat voor het schrijven van fictie moet je ook onderzoek doen. Onderzoek naar de omgeving waarin de situatie zich voordoet, naar de karakters. En dat lijkt wel op het onderzoek doen zoals het in het laboratorium plaatsvindt. Ja, het begint met een kleine ingeving van dit zou wel eens een goede aanleiding kunnen zijn voor een boek. Dat kan een heel klein voorval zijn, iets wat ik gelezen heb, iets wat ik gehoord heb, een gesprek, een kleine observatie. Dat kan voor echt van alles zijn en dat, die trigger is al voldoende om te beginnen en dan bouwt dat zich langzaam uit. En de behoefte om onderzoek te doen doet zich vanzelf voor. Je merkt dat je op een gegeven moment wil weten hoe iets eruit ziet of hoe iets werkt of waar een persoon, een personage in het boek leeft en wat voor beroep die heeft.
En als het bijvoorbeeld een beroep is wat je niet kent, dan moet je daar je in verdiepen. Want het moet wel overtuigend zijn voor de lezer dat het echt lijkt. Althans, dat vind ik belangrijk. Nee, dat is best wel een kunst. Ik weet inmiddels wel hoe je door kunt gaan als je de dag ervoor gestopt bent. In het verleden schreef ik altijd net zo lang door tot het stopte, hè, de ingevingen stopte. En denk van, nou, morgen zie ik wel verder. Ik weet nu dat je beter kan stoppen op een punt dat je in een flow zit. Je moet nooit stoppen met schrijven als je in een dal zit. Want dan begin je in een dal en dan moet je eruit zien te komen. Het is veel beter om in een flow, als je denkt het gaat lekker, stoppen. Dan de volgende dag ga je vanuit die stijgende lijn door. Dat is veel makkelijker. Dus dat is echt een aanrader voor schrijvers. Die idee loopt niet weg. Je kan dus korte aantekening maken van, hè, let op, dit is belangrijk, niet vergeten. Maar ga het niet uitschrijven. Als je het uitschrijft, dan geeft dat wel voldoening, want je weet, dat ziet er goed uit. Maar daarna zit je in een soort woestijn van leegte en weet je eigenlijk niet hoe je verder moet. En dan moet je vanuit die vlakke situatie weer opstarten. En dat is lastig. Ja, ik vond het wel een uitdaging om mijn eigen stad als decor te gebruiken. Je kan natuurlijk grootstedelijke omgevingen zijn altijd makkelijker. Ook omdat je weet dat veel mensen bijvoorbeeld in New York zijn geweest of in Parijs of in Londen of Amsterdam. Dan kun je een lezer eerder pleasen omdat hij dat prettig vindt. Want dan zeg ik, ah, die stad ken ik, vind ik leuk. En gaandeweg heb ik de stad ook heel goed leren kennen, want je gaat, als je aan het schrijven bent, anders naar een stad kijken. Ik ben in wijken geweest waar ik anders niet zo snel zou komen. Omdat daar scènes zich afspelen. Bijvoorbeeld takkenbijsters, bedrijventerrein. Daar ben ik wel eens geweest, maar daar ben ik nu veel vaker geweest. Om te kijken wat voor soort bedrijven zitten er. Hoe zien die eruit? Waar parkeer je? Hoe ziet het er 's avonds laat uit? Dus toen is ook al het idee gekomen van dit is eigenlijk een hele fraaie stad om als decor. En toen kwam dat voorval met dat parkeergedrag. En ja, toen viel het in elkaar, zeg maar, die puzzelstukken. En dat was een mooie aanleiding om het ook echt te schrijven.